Zaterdag gaat SC Heerenveen voor het eerst in 18 jaar weer eens op bezoek bij Go Ahead Eagles. Het authentieke stadion De Adelaarshorst ligt midden in een woonwijk en doet zowaar een beetje Engels aan. Elke thuiswedstrijd voor hun is altijd wel een belagen wedstrijd. Dus we moeten onze borst nat maken. Kolder, 2-2! Kolder, 2-2! De spits, de aanvoerder, die opgelapt moest worden. Schiet de 2-2 feilloos via de binnenkant van de paal binnen. En de Adelaarshorst ontploft. Ja, die typisch Engelse sfeer in de Adelaarshorst. Spreekt dat jou aan? Ja, zeker. Ja, ja. Ik hou altijd wel van publiek en sfeer. Dus ik hou wel van het stadion. Voor beide ploegen staat er niet veel meer op het spel. Go Ahead Eagles is wel zeker van lijst behoud. En Heerenveen heeft zich na de 3-0 zege op PSV officieel geplaatst voor de play-offs. We weten dat we zeker zijn, maar we willen gewoon 3 punten. Ja, want je wilt die vorm vasthouden straks richting die play-offs? Ja, tuurlijk. Dat is goed voor het moraal van het team. Als je dan gewoon lekker 3 punten weet weg te halen daardoor. Ja, dat is natuurlijk wel goed voor het team. Mitchell Dijks kampt eigenlijk al vanaf de winterstop met blessures. Eerst stond de verdediger langs de kant met een hamstringblessure. Daarna speelde een liesblessure hem parten. Ja, ik ben fit. Ik heb alleen nog geen 90 minuten in de benen. En ik hoop maandag mijn 90 minuten te spelen in Jong Heerenveen. En dan verder te borduren. Afgelopen weekend speelde Joost van Aken als linksback. Dijks zag vanaf de bank dat de jonge verdediger uitstekend speelde. Trainer Marco van Basten lijkt daarom ook tegen Go Ahead Eagles weer voor Van Aken links achterin te gaan kiezen. Je hoopt altijd wel op een invalbeurt dan. En minuten die ik pak zijn mooi meegenomen. Alleen ik focus me nu gewoon op mijn fitheid. En maandag voor de 90 minuten. Ja, want jij wilt natuurlijk fit zijn als de echte finale begint. Die echte finale, dat zijn die play-offs. Dan wil je er echt wel weer staan. Ja, dan moet ik er staan. Ja, ja, want Europees voetbal halen met Heerenveen, dat zou een mooie prijs zijn. Ja, zeker. En dan ga ik ook met een lachend gezicht ga ik weg bij Heerenveen.